Voorzitter, dank u wel voor het woord. Vandaag zijn de algemene beschouwingen. Seizoen 2 van de 4 die we deze bestuursperiode mee gaan maken. En daarin blikken we vooruit de komende jaren, vooral ook financieel. Maar voorzitter, ik kan er niet aan voorbij, eigenlijk net als het CDA, om ook achterom te kijken. En in te gaan op wat er de vorige keer is gebeurd toen wij als gemeenteraad in deze zaal aanwezig waren. 28 september. Deze vergadering was er een interpellatiedebat op aanvraag van mij en de CVO-fractie. Doel van deze vergadering was om zo scherp mogelijk te krijgen of wij als gemeente op dit moment gaan over de vraag of er een AZC komt aan de Bovendwarsweg 83 in Oldebroek. Het college heeft continu betoogd dat we daar vrijwel niet over gaan, maar CVO heeft deze vergadering uitvoerig informatie gedeeld waaruit blijkt dat het COA als vertrekpunt het principe van vrijwilligheid hanteert, waarmee we als gemeente nu aan zet zijn. Nadat wij, CVO, uitgebreid en gericht op de inhoud, kijk maar terug, ons verhaal hadden gehouden, onderbouwd met feiten, kwamen de andere fracties aan het woord. En met wat er toen vervolgens gebeurde, is de raad onziens een grens overgegaan. En wat bedoel ik daarmee? De grens van het niet op de inhoud, maar het op de persoon, op de man gaan spelen. Want dat is deze vergadering wel gebeurd. Met name door de ChristenUnie, de richting de aanwezige inwoners op de tribune zei ik... U zit hier vanavond alleen maar om het ego van de leden van het CVO en bijzonder de voorzitter wens gestreeld moet worden. Voorzitter, ik kan dat vandaag simpelweg niet onweersproken en onbenoemd laten. Naast dat dit een enorme belediging is richting de aanwezigen die deze avond hun interesse toonden door naar de raadzaal te komen, wat we volgens CVO juist zouden moeten waarderen, is het af te keuren dat CU-fractievoorzitter Graansma zich tot deze persoonlijke aanval heeft laten verleiden. Dat lieten onze inwoners op de tribune trouwens ook heel duidelijk merken. De CU is deze vergadering amper ingegaan door CVO aangedragen inhoud, maar ze vonden het wel nodig om de persoonlijke aanval te kiezen. Wat ons betreft een zwaktebod, nee nog sterker, een dieptepunt, zonder te overdrijven is dat wel, mag ik toch zeggen, van de Oldebroekse politiek. Maar voorzitter, er is ook nog wat anders gebeurd deze vergadering. De coalitiefracties hebben een motie van afkeuring tegen CVO ingediend. Kennelijk omdat de coalitie de kritische houding van de oppositiefractie CVO die vergadering niet waardeert. En dat mag formeel natuurlijk, maar een motie van afkeuring tegen een mede-fractie indienen gaat wel heel erg ver en is raar. Om nog maar te zwijgen over dat ik eerst aanvankelijk toen de motie werd ingediend ook eens persoonlijk als raadslid vermeld stond. Als raadsleden zijn we gekozen om het college te controleren. Ook vandaag als het gaat om de begroting, wat we in de commissievergaderingen ook hebben gedaan. En dus niet om een coalitie, of om als coalitie een kritische oppositie met misschien onwelgevallige kritiek de mond proberen te snoeren. Voorzitter, na deze vergadering ontving onze fractie een brief van de vrouwelijke raadsleden in de raad. Mevrouw Deen van de ABO, mevrouw Van der Bos van de ChristenUnie en mevrouw Sloots van de ChristenUnie. In deze brief werd, ik citeer, een neerwaartse trend in omgangsvormen geconstateerd, waar de dames zich zorgen over maken. Specifiek werd daarbij ook verwezen naar de vergadering, raadsvergadering waar ik het nu over heb, 28 september dus. En laat CVO helder zijn, deze oproep in algemene zin vinden wij mooi en is ons uit het hart gegrepen. En we danken in het bijzonder ook mevrouw Deen, waarvan we weten dat het haar zo aan het hart gaat, ze heeft ook geïnterrumpeerd die vergadering, voor haar inzet en haar initiatief in deze. Maar aan mevrouw Bos en mevrouw Sloot zou ik willen vragen, hoe zien jullie in het licht van deze brief het optreden van jullie eigen fractie? Jullie stonden niet op toen jullie fractievoorzitter deze persoonlijke aanval uitsprak. Jullie stemden zelfs hoofdelijk, dus als individueel raadslid, voor de motie die CVO afkeurt. Ik ben benieuwd hoe jullie hier nu, ruim een maand later, op terugkijken. Ik nodig jullie daarom ook uit om daarop te reageren, misschien aan het interruptiemicrofoon. Ik zou daar wel de gelegenheid toe willen geven. Ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Meneer de Nooijer, ik hecht eraan om te zeggen dat de voorzitter de gelegenheid geeft tot het woord en niet u. Nou ja, goed, ik spreek hem al persoonlijk aan, volgens mij kon dat maar goed. Dan zal dat in ieder geval zijn voor wat het is. Dan blijft die motie dus gewoon staan, dan wordt dat niet ingetrokken. En dat vind ik wel jammer, want als je zo'n oproep doet die ik mooi vind, dan is er toch ook boter bij de vis. En dan vind ik het niet geloofwaardig als je zo'n oproep doet terwijl je wel ondertussen niet opstaat als je eigen fractievoorzitter een persoonlijke aanval uit en vervolgens ook nog voor een motie stemt die een oppositiefractie afkeurt. Daarmee is de brief ons inziens wel een beetje gekleurd. Maar goed, ik ga verder. Want laat CVO dan vervolgens ook maar helderheid bieden. Ik zie de heer Horst. Van der Horst van het CDA. Ik wil toch even wat corrigeren, want meneer De Nooijer gaat best wel van leer, maar hij heeft de feiten niet helemaal op een rijtje. En
Nou, u heeft ongetwijfeld vorige keer mijn bijdrage weer nagekeken, dus dan kunt u hem daar ook in vinden. Wij keuren niet CVO af, dat staat niet in de motie. Wij keuren het handelen op dit dossier af van CVO. Dat is concreet wat anders, dat is feitelijk. Meneer De Nooijen. Jazeker, ik wil het ook best voorlezen. Er is een afkeuring over het handelen in deze van de fractie van CVO. Zo heb ik dat ook zeker bedoeld en zo kan iedereen volgens mij ook de motie herinneren. Maar goed dat u het even aanvult. Laat CVO dan over die motie gesproken dan maar gelijk helderheid bieden vanavond over hoe wij omgaan met die aangenomen motie. We gaan onverminderd door op de ingeslagen weg met ons werk in de oppositie om zo voor onze inwoners en het algemeen belang op te komen. Dit betekent met name dat we dus onze controlerende taak, wat we die vergadering ook deden, richting het college serieus nemen. Deze motie verandert daar dus niks aan. Het was niets meer ons inziens dan een sneu stukje symboolpolitiek om de aandacht af te leiden van de inhoud die zo belangrijk is, die we ook vanavond hebben willen agenderen als het gaat om het AZC-dossier, om daarvan af te leiden. En daarmee kan de motie wat ons betreft ook de prullenbak in.